een kort filmpje van de Xiegu. En die heeft de QRM Eliminator niet aangesloten, dus ik heb iets van S7 storing. Het is toch wel een heel leuk apparaatje. Ik heb hem nu voor het eerst echt in gebruik. Ik was daar eerder nog niet toe gekomen. Het ding is ook makkelijk in de bediening, moet ik zeggen. Dat is echt wel uitgedacht. Hij staat nu in CW. Wat leuk is, is dat er dingen als QSK in zitten en je kunt de keyer zelfs A en B iambic kiezen. Dat is ook al niet altijd mogelijk. Dan werk ik nu op de loopantenne, maar ik heb al vrij veel QRM. Even kijken of ik ook nog wat SSB kan spotten. Die wijzer te horen. Nou, het ding is heel klein en licht, dus hij schuift een beetje als ik aan de afstandknop draai. Zo pas waren de SSB-signalen niet super sterk. Ik hoop niet dat dit de bekende ellende is. Even kijken waar ik nu zit hoor, in het menu. Dat is niet de modulatie. Dit is de mode. AM. LSB. Dat er boven 7-1 nog wat zit. Het is mooi als ik nog een hard signaal tegenkom voor het filmpje, maar ja, was het niet. Ik moet hem wel in beeld houden natuurlijk. Want het wordt toch ook alweer een aardig lang filmpje zo te zien. Nou, even snel. Wat even mijn indruk, hè. Nou, weinig SSB jongens. Ik zou de stapgrootte moeten instellen, maar ik weet zo snel niet waar ik dat kan vinden, dus ik moet nog even wennen. Nou, SSB jongens, hup. Niet. Nou, dat is ook niet hard. Nou, nog heel even. Ik zit hier niet zo vaak, dus ik weet niet wat het normale verkeer is. Mijn opinie zit hier voor Engelsen. Nou, het is heel stil. Even kijken over het menu. Hier kun je modulatie instellen. Band omhoog, band omlaag. Inderdaad, de stapgrootte. En VFO A, VFO B. Dit zijn allemaal instellingen voor CW, als ik het goed heb. Ja, QSK. En hiermee kun je het display configureren. Je kunt ook, maar dat is me nog niet gelukt, je roepnaam in beeld krijgen als je hem opstart. Dus dat is ook wel leuk. Wat je nu onderaan ziet, maar dat is omdat het S7 is, gewoon stuitnok. Maar dat is de panorama ontvanger die er standaard in zit. Ik moet zeggen, voor het bedrag, het is echt een fantastisch apparaat hoor. En er is echt aan amateurs gedacht en ook echt aan CW-amateurs. Dat zie je tegenwoordig ook niet vaak. Maar er zit een dikke aardaansluiting achterop. Het is echt een leuk apparaatje voor zeer weinig geld.